Best gek, hè? We reizen de hele wereld over om allerlei attracties te bezoeken en te bekijken. En in je eigen land laat je het eigenlijk altijd links liggen. De Keukenhof, Madurodam, het Rijksmuseum, de Euromast, Corpus. Ik kan me niet heugen wanneer ik er voor het laatst ben geweest. We zijn hier op het terrein van de beroemde bloemenveiling in Aalsmeer. En hier is een gloednieuwe attractie, Flory World. Het is een echt typisch Hollands uitje, want hier maak je van alles mee als het over bloemen en planten gaat. Dat zei ik net toch goed, hè, Sylvia, dat je hier echt iets beleeft met bloemen en planten en zo. Zeker, het is echt een personal experience waar bezoekers zich helemaal zelf onderdompelen in bloemen en planten. Het is echt een unieke attractie en ik wil het je heel graag laten zien. Wat gaan we dan zien? Wat gaan we dan meemaken? Het zijn verschillende experience ruimtes waar je zelfstandig doorheen loopt. En elke ruimte is een unieke ruimte vol bloemen en planten. Je laat je helemaal onderdompelen in pracht en praal van Nederland. Oké, neem eens mee. Bijvoorbeeld welkomierruimte. Wat is dat? De welkomierruimte is een oase van planten. Het is een prachtige ruimte vol groene planten. Echt een zuurstofrijke ruimte. En in de welkomierruimte loopt ook de Florirail. En in de Florirail zit er vol met boeketten bloemen. Maar er is ook heel veel beeld en geluid, toch? Ja, dat klopt. We hebben een hele mooie projectieruimte met allemaal verschillende shows. Dat zijn virtuele shows. Die worden geprojecteerd op de muren, op de grond, op je kleding. Alles vol met bloemen en planten. En dat zijn verschillende shows die zich afwisselen. En in de veilingzaal, daar kunnen bezoekers echt een boeketje bloemen veilen. Dus dan spelen ze het veilingspel met Floricoins. En dan kunnen ze met een boeketje bloemen naar huis. Kijk, en dan ga je ook nog eens naar huis met een mooi boeket. Flory World, hartstikke leuk.